De plannen van het havenbedrijf om een distributiecentrum te bouwen op de landtong van Rozenburg sloeg in als een bom bij de Rozenburgers. Zij vrezen dat de natuur wordt aangetast. In de gemeenteraad werden er vandaag vragen gesteld aan de wethouder. Is de wethouder bereid hierover in gesprek te gaan met het havenbedrijf dat dit distributiecentrum niet op deze plek komt? Ja, voorzitter, dat gesprek hebben we ook al wel natuurlijk gevoerd snel toen alle ophef ontstond. Maar ja, het havenbedrijf nogmaals, als een speler zich aandient, gaan we gewoon kijken op verschillende plekken waar de mogelijkheden liggen. En er werd net al even aangegeven door een fractielid van de Partij van de Arbeid. Ja, natuurlijk zit er nu ontzettende spanning op ruimte. En daar heeft het havenbedrijf ook last van. En deze speler wil zich heel graag juist daar vestigen. Juist omdat het die plek is qua ontsluiting. En het havenbedrijf geeft ook aan dat de mogelijkheden om zomaar daarin te schuiven zeer beperkt zijn. Het is niet zomaar dat het havenbedrijf allerlei van zulke plekken vrij heeft liggen. Volgens de wethouder is er in het bestemmingsplan afgesproken dat er industrie mag komen op dit deel van de landtong. De gemeenteraad moet daarom volgens haar de hand in eigen boezem steken. Ja, het is gewoon een gebied waar nog steeds een bestemming van bedrijvigheid op zit voor een deel. Dus het bedrijf mag daar gewoon komen. Ja, maar er is iets anders dan dat iets mag en hoe je het vervolgens doet. Bewoners en de gebiedscommissie dient hier echt goed bij betrokken te zijn. Om te zorgen dat dit proces en ook de communicatie over de landtong en de bebouwing erop echt beter gaat. Is het niet heel raar als je daar een natuurgebied aanlegt dat er dan nou een bedrijf komt te zitten? Nee, eigenlijk niet. Omdat op het moment ook dat het natuurgebied werd aangelegd, toen wist iedereen ook al dat die bedrijvigheid daar mocht komen. En dat is gewoon eigendom van het havenbedrijf. Dus we wisten het eigenlijk ook al wel. Dus u zegt, het is eigenlijk helemaal niet tegen te houden, dat bedrijf, dat kan daar gewoon komen. Nou, dat zeg ik er niet mee, want tegenhouden of niet. Er gaat natuurlijk gewoon een vergunningprocedure lopen, waar ook bezwaar tegen gemaakt kan worden. Dan komt er een zienswijze. Dus eigenlijk het participeren met bewoners, met de Rozenburger, dat gaat allemaal nog starten.